Het keppeltje is een duidelijk identificatiekledingstuk voor de Joodse man. Het heeft ook op een ander niveau een betekenis. Het geeft aan dat je beseft dat er iets boven je is, dat er iets hoger is dan jou. De mooiste uitleg vond ik de volgende. De keppel is een onderdeel van de kleding. En waarom dragen wij kleding? Nou, sociologen willen ons laten geloven dat wij kleding dragen om ons te onderscheiden van een ander. Een politieagent die draagt een politiepak, dan is hij duidelijk herkenbaar in zijn functie. Of anderen willen stellen dat wij kleren dragen om ons te verfraaien. We zien er beter uit met kleren dan zonder. Een andere theorie stelt dat wij met de kleren ons verwarmen of beschermen tegen de koude. En zeker in een klimaat als in Nederland is dat belangrijk. Maar de echte Torah, de Bijbelse theorie van kleding, staat in Genesis in het begin. Adam en Eva waren naakt in het paradijs. En op een bepaald moment zondigden zij en moesten ze kleren gaan dragen. En dat betekent dat wij kleren dragen omdat wij ons schamen. Nou is de keppel een onderdeel van onze kleding. En als wij een keppel op ons hoofd dragen, dan dragen we die om aan te geven dat we ons schamen voor ons hoofd, voor ons verstand, voor ons denken. Onze wereld zou er 100 keer beter hebben kunnen uitzien als wij met z'n allen collectief ons verstand hadden gebruikt voor goede dingen. We schamen ons voor ons brein. We hadden veel meer kunnen bereiken. We hadden een veel mooiere wereld kunnen neerzetten als we allemaal ons verstand zouden gebruiken. En het feit dat we dat helaas niet doen en we nog steeds geen perfecte wereld hebben gebouwd, dat zien we en dat laten we zien door een keppel te dragen. We schamen ons voor ons verstand. We hadden het allemaal zoveel beter kunnen doen en we hebben er eigenlijk te weinig van gebrouwen.